Ben jij een expert op het gebied van Twinkat 2 en wil je met Twinkat 3 aan de slag? Heb je programmeerervaring met Twinkat 2 en vraag je af of deze programmeerervaring te gebruiken is in Twinkat 3? Dan is de Twinkat 2 naar Twinkat 3 cursus de cursus voor jou. In deze cursus gaan we in op de verschillen tussen Twinkat 2 en Twinkat 3. Verschillen op het gebied van layout. Verschillen op het gebied van licenties en programmeren. En wat kan er eigenlijk in Twinkat 3 meer dan met Twinkat 2? Wat heb je nodig om Twinkat 3 te kunnen gebruiken? In the field of engineering, a tool based on Microsoft Visual Studio is used in Twinkat 3, in which both the programming in various PLC programming languages, in C, C++, and also in MATLAB Simulink, and naturally also the configuration of the system, take place. We gaan in op je oude Twinkat 2 programma's en gaan deze importeren in Twinkat 3. Aan de hand van voorbeelden ga je dus zelf aan de slag met Twinkat 3. Het is dus meer dan alleen maar luisteren. Het is een echte hands-on ervaring. Al met al, een cursus voor iedereen die ervaring heeft met Twinkat 2 en met Twinkat 3 aan de slag wil.